Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Wind Waker in HD! Yeah! In de vorige aflevering heb ik een hele domme fout gemaakt. In de vorige aflevering zijn we dus in Needle Rock Island geweest en daar blijkt dus ook nog eens een keer een Triforce Shard te zitten. En die ben ik helemaal gewoon vergeten. Dus om heel eventjes duidelijk te maken, wij staan nu weer bij Needle Rock Island. Voor de mensen die niet weten dat het op de kaart zit, het is hier op de kaart. En hier zit dus zeg maar nog iets heel erg belangrijks wat ik helemaal vergeten ben. Mijn excuus daarvoor. Nou, ik hoop dat jullie de pikketje van de vorige aflevering leuk vonden. Komt deze aflevering en een verdere aflevering niet terug. Tenzij jullie me een keertje weer terug willen weten of willen hebben. Laat het weten in de reacties. Verder nog heel eventjes over First Look. De video zeg maar die ik gemaakt heb voor First Look. Ik ben ermee bezig, maar ja, de zondagvideo van 19 oktober die heeft toch een beetje meer voorrang. Als video van First Look, want die wil ik echt zondag geüpload hebben. Maar goed, hier heb je dus zeg maar een goud schip. En dat gouden schip, dat is dus zeg maar de reden waarom ik een behoorlijke fout heb gemaakt. Als je dat schip laat zinken, dan krijg je een speciale cutscene. Of ja, je krijgt even een speciale focus tot je hem hebt laten zinken. En dat is alleen maar bij dat schip. En dat heeft een reden. Als je dat schip hebt gekild en je gaat graven, krijg je een kistje. En in dat kistje zit een Triforce Shard. Whoop-de-doo. Helemaal vergeten. Mijn fout, sorry daarvoor. Maar goed, ik ga eventjes met jullie mee naar het volgende eiland. En ik zie jullie daar. Njauw. En we zijn dus op dat puntje van de kaart. Wat leuk. Ja, dat ene vakje daarnaast, dat was gewoon Triangle Island. Er zat niks echt veel Erik Boeiens erbij. Maar goed, dit eiland waar dat we dus nu zitten, dit is de Private Oasis. Herinneren jullie nog die muts van Windfall Island? Tot ze zeg maar ons een stukje wc-papier gaf met daarop kletsen tot we dus zeg maar een eiland zouden hebben of iets in die trend. Nou, zo'n klets blijkt dat dus niet te zijn, want dat blijkt dus gewoon echt een heel eiland te zijn. Voor 20 joypen slechts krijg je dus een hele gigantische eiland. En ik ben heel eventjes hier nou aan het zoeken hoe dat... Hoe zag het eiland eruit? Want ik ben het heel eventjes kwijt. Ah ja, zo'n afgekeurde fietsventieltopje. Er zit namelijk hier een treasure zoals je dus net zag. En die pak ik hier nou heel eventjes bij. Want dan kan ik jullie heel eventjes vertellen welke treasure dat het natuurlijk is. Nou, zoals ik al probeerde te vertellen over First Look zelf. First Look, ik vond het hartstikke gezellig. Ik heb hem ook een smashje en... Ik heb ook heel veel lol gehad met Smash. Ik heb namelijk gesmashed op het moment met Nienwezen. En Nienwezen die vond dat heel erg leuk om mij daar keihard hard te ponen. Omdat ja, ik werd er nogal afgeleid en alles. Ik was met de camera bezig. En komt allemaal in het beeld zeg maar te staan. Het is by the way Treasure Chart 1. Dan weten jullie dat ook. Dus zeker leuk gehad. En ja, ik ben een beetje jaloers op Nienwezen. Want hij had zaterdag had hij dan zeg maar met Smash meegedaan en kreeg hij het voor elkaar om op podium te komen en mee te mogen doen met het tournament. Zelf roepie, whoop-de-doo. En ik had dat zondag voor elkaar gekregen. Zondag heb ik dus goed lopen smashen en ik heb keihard gewonnen met mijn nummer 1. Ja, heel veel die weten het niet, maar ik ben dus echt keigoed. Echt, ik ben unbeatable met Pikachu. En ik had dus gewonnen en ik had dus, ik had dus ook mijn naam op zo'n kaartje neer mogen zetten. En het werd dus verloot. En op het moment dat het verloot werd... Nou komt het gemene stukje. Echt serieus, het is pijnlijk. Ja, zoals jullie weten, Zeldplay20, mijn echte naam is Stefan. En ja, ik had dus zeg maar netjes mijn naam erop gevoerd. Maar het was dus... Stefan werd geroepen, maar het was een hele andere Stefan. De achternaam die klopte niet. Dus op het moment echt Stefan, pauze en ik... Oh mijn god, dan ga je meemaken. Ik krijg ook het voor elkaar om... Nee, het was een hele andere achternaam, dus helaas pindakaas. Maar goed, dit hele eiland hier is dus van ons. Dus is nou wel overduidelijk. Dus daarvoor heb je de cabana die het nodig. Maar ja, als je dus zeg maar de deur wil openen... Don't touch me with those filthy hands, you mischievous little scamp! Ahem, this cabana belongs to the master, and the master alone. You grimpy trespassing little scoundrel, away with you, away I say! Nou, sorry hoor, wie denk je dat ik ben? Batman. Maar goed, als we dus zeg maar die cabana dienen te hebben... en dus eventjes in ons inventory en we laten het zien aan een deur... een pratende deur. Ew, unclean, must fall. Do not lay those grungy hands. Are you the new master? Are you Master Stefan? Ah, I am pleased to hear that name.
Master Tevan, please be gentle on this fine door. Nou, ik ga eigenlijk een hakbel maken. Ja, en dan doe ik dat van iron en twee sticks. En dan hak ik je helemaal aan grootje. Okay, sorry. Ik bedoel serieus, die deur die was nogal onbeleefd. Stomme deur. Maar goed, dit is dus zeg maar ons eigen eilandje hier. En er zitten hier het een en ander secrets waar heel veel mensen niet weten. Sowieso, je hebt hier je eigen puzzel die je dus zeg maar kan oplossen. En dan krijg je dan geloof ik als je de eerste level haalt of zo. Je hebt hier hoeveel versies dat je hebt. Maar dan krijg je dan rubies geloof ik voor. Maar er is hier één secret die de meesten niet weten. Sowieso, dit is required om te halen. Dus ik weet dat iedereen ondertussen wel doorheeft dat je hier gewoon zeg maar de grapplinghoek kan gebruiken. En hierboven dus zeg maar dat swingende ding. Voor de mensen die het niet weten, bij deze. Het is een let's play, dus zo kom je achter dingen. Wat leuk! Maar er zit hier nog een secret. En misschien dat sommige spelers het weten en sommige spelers niet. Op het moment dat je je grapplinghoek in die fase gebruikt, komen er ik weet niet hoeveel rubies tevoorschijn. Die ook nog eens een keer spontaan in de fik springen. Ik wil die 5 rubies! Dank je. En die 30 rubies daarboven, die zal ik helaas nooit te pakken krijgen. Rubies zijn weg. Maar ja, zo kun je dus zeg maar extra rubies te pakken krijgen door gewoon eigenlijk alleen die fase hier kapot te maken. Hoppakee. Ah nee, dit is flame, dit is flame, dit is flame. Ik wil die 50 rubies. Ik wil die 50 rubies, er zitten daarboven 50 rubies op. Nee, nee, de pijn. Ah, er waren 50 rubies. Oh, dat deed pijn. Oké, nou. Hallo. Gelukkig heeft deze daar niet last van. Het zijn toch allemaal rubies die je niet te pakken kan krijgen. Oh, dat doet pijn. Maar goed, in ieder geval. We hebben het allemaal leuk gehad op First Look. Om daar weer heel eventjes terug te vallen. En dan maar het verlies van die 50 rubies maar te kunnen accepteren. Oké. Dus, ja. Ik moet zeggen, ik vond het hartstikke leuk om daar dus samen met Dunyinwezen te gaan smashen. En was hartstikke leuk en ik moet zeggen, Nien die is behoorlijk goed met Fox. Dus ik hoop inderdaad dat we binnenkort, er komt een Wii U versie uit. Dus ik denk heus wel dat we een keer een tournament of zo gaan doen. Maar als er zoiets zeg maar gaat plaatsvinden, dan hou ik jullie daar zeker mee op de hoogte. Dus maak jullie daar maar geen zorgen over. Goed, in ieder geval, in deze grot waar we nou dus rondlopen. Dit is een van mijn minst favoriete, dit is letterlijk en figuurlijk mijn what the bleep momentje van de Zelda game. Jullie weten nog wel, in Skyward Sword heb ik jullie verteld, wat is jullie what the bleep momentje. What the bleep momentje staat eigenlijk bekend om een moment dat je dus zeg maar, je vindt een spel super gaaf, je vindt een spel super leuk. Nou, ik vind dit spel niet super gaaf, super leuk, ik vind hem decent, maar dat maakt niet uit. Maar er is altijd één moment in het spel dat je gewoon zoiets hebt van, nee, screw this, dit ga ik niet doen. Hier heb ik het. Dit is mijn what the bleep momentje. Het is geen dungeon. Het is alleen maar required voor één stinkende treasure chart. Dit stuk. Dit is mijn what the bleep momentje. Heb je zelf ook een what the bleep momentje in The Legend of Zelda Wind Waker in HD of gewoon, maakt niet uit. Laat het weten in de reacties als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Want ik ben wel benieuwd hoe dat jullie mening is over de what the bleep momentjes. En, oh, ik wil niet... Ik ga niet achterstevoren, ondersteboven, links doorkruisend, rechts via de onderbovenkant. Nee, we gaan gewoon kijken. Volgens mij kom ik nou weer terug waar ik begonnen ben, hè. Jullie gaan zo gemeen zijn, hè. Nee, ik kom in een heel andere kamer terecht. Er zit hier dus zeg maar één plekje waar je dus naartoe zou moeten. De hamer is trouwens heel erg belangrijk hier. Dus ik zou de hamer er heel eventjes bij pakken. Oh, ik zit er aan de verkeerde kant. Wat leuk. Ja hoor, ik ben weer terug bij het begin. Wat leuk. Je moet dus zeg maar door die ondergrondse gangen waar ik dus net doorheen kroop. Daar moet je dus zeg maar een patroon in zien te vinden dat je aan de andere kant van de kamer kan komen. En zo dus eindelijk de treasures uit gaan vinden. Of ja, de plek waar je dus zeg maar naartoe kan komen. Dit alles kan alleen maar als je 20 joy pendants hebt. 20 joy pendants krijg je van die som Miplins. Miplins verslaan je heel erg veel, dus echt je wordt doodgegooid met joy pendants. In dungeons kom je joy pendants non-stop tegen, waardoor dat je nog meer een hekel gaat krijgen aan joy pendants. Huh. Ik haat dit. Zijn jullie er al achter? Ah, help me. En ik kom weer terug. Oké, weet je wat? Misschien moet ik gewoon eens een keer stoppen met gewoon de hele tijd dezelfde route te nemen. Want blijkbaar neem ik constant dezelfde route. Wat leuk. Autotutor in de verte. Autotutor was relevant. En dan rijdt hier ergens een motor voorbij of zo. Een hele zware motor. Het is op een woensdag dus echt iets opgehaald. Wordt er hier niet. Normaal gesproken heb je dat wel eens. Heb je dus zeg maar tot
vuilniswagenman langs rijdt of oud papierkarton, noem maar. Ik weet niet waar ze nou mee bezig zijn, maar ze zijn gewoon herrie aan het maken. Zijn ze hier altijd. Normaal. Zeker als ik het opnam. Ah, deze deur die was gesloten. Is dat dan voor een nieuwe deur of is dit, of is dat deze kamer misschien? Nee, dit is de show. Oké. Dus dit is de nieuwe deur. Ik haat deze kamer. Heb ik jullie al gezegd dat ik deze kamer haat? Echt serieus, ik ben geen liefhebber van deze kamer. Hoe vaak kan ik het nog zeggen? Vaak? Mooi. Ah, het wat een bliep momentje. Oh. Nee, maar ik weet zeker dat jullie ook wel ergens een wat een bliep momentje zullen hebben. Ergens in The Legend of Zelda. Dus de Wind Waker. We zijn nou gefocust op de Wind Waker. Dus hou het ook eventjes zeker op de Wind Waker. Ja, dus gewoon de Wind Waker. Eens even kijken. Waar komen we nou uit? Oké, enkel. Oké, is dit de ruimte waar ik dan wil zijn? Daar een dichte deur. En nog een plateautje. Dit hoge stemmetje kan ik alleen maar doen als ik nog een beetje schor ben. Vraag me niet waarom. Dus heel veel mensen die hebben vaak gehoord over voice acting. Ik doe niks anders. Oké, volgens mij zit hier in de deur die... Even kijken, hier zijn we nou uitgekomen. Ja, oké, dit is een hele andere deur. Volgens mij is dit niveau... Volgens mij had je iets van 3 niveau. Ik weet het niet meer, maar volgens mij is het van 3 niveau. Even kijken hoor. Daar zijn we uitgekomen. Ik denk nou dat ik hierin moet om daaruit te komen. Please, laat... Holy, die snikies! Wat is dat mens te probleem om onze cabine een eiland te geven? Hoe dat ding dan ook heet met vijanden erin? Is dat mens helemaal knettergek? It's a secret to everybody dat mensen waar ons gewoon dood hebben. Laat dat even overduidelijk wezen, zeg. Zo, sheesh. Ik schrik me eigenlijk helemaal een blablablablaas. Blablablabla coin. Nou, dat is lang geleden. En ja, don't worry. Tropical Freeze, nieuwe Legend of Zelda. Komt er deze dungeon, houd daar maar op. De Tropical Freeze, daar komt ooit een let's play van. Alsjeblieft maak je daar geen zorgen over. Er zijn heel veel games die nog let's played kunnen worden. En er zitten zeker wel bij die iedereen wel leuk zou vinden. En echt serieus, al die ratten, ik word er helemaal gek van. Goed, als ik hier omhoog ga, kom ik dan eindelijk op de kamer terecht. Dat ik eindelijk deze de stinkeiland kan vullen. Ah, oh, godzijdank. Ah, vrijheid. Helemaal blij. Helemaal mooi. La, la, la. Jullie hebben het ondertussen wel door. Ik haat dit eiland. En om het nog leuker te maken, in de HD-versie zijn ze zo vriendelijk geweest om sommige charts te veranderen met Triforce chart stukjes in plaats van een chart. Dit eiland valt daar ook onder. Om gewoon even een pleister op een gebroken arm te plaatsen. Nou ja, we hebben dus zeg maar al 3 Triforce dingen. En daarvoor hoeven wij ons dus geen zorgen meer te maken over dat we dus heel veel geld mogen spenderen aan al die onzin. Oké, nou, wil je alsjeblieft weg gaan? Oké, als ik me niet vergis kunnen we nou heel erg makkelijk naar de uitgang lopen. En kunnen we wegwezen uit dit spookhotel. Dus, laten we dat dan maar doen. Doei, stinkeiland. En zo'n puzzel ga ik niet doen. Nee. Nee. Praat aan de deur. Ik hoop dat je wegrot. Letterlijk heb ik... Ja, ik kan niet zeggen roest, want het is een houten deur, dus... Huh. Ik haat dit eiland. Maar goed, ik zie jullie dadelijk dan... Ja, even kijken. We zitten nu op 14 minuten. Weet je waar? We gaan gewoon kijken wat het volgende eiland is. Ik zie jullie in een seconde. Oké, nu zijn we hier heel even aangekomen bij Bom Eiland. Ik weet niet of we bij Bom Eiland al het een en ander gedaan hadden. Dus, ik denk dat ik het heel even laat zien dan maar. Er zit hier sowieso een trace chart. Ik laat heel even ondertussen dat ik eventjes kan zoeken welke trace chart dat is. Heel even op de kaart zien op welk vakje dat precies te vinden is. Natuurlijk altijd voor jullie, dat weten jullie ondertussen wel. Oké, het is trace chart 20. We staan er dus precies bovenop. En volgens mij was dat maar 20 of 200 rubies. Volgens mij niet echt veel speciaals. Maar ik weet niet meer precies of we Bom Island nou gedaan hadden of niet. Alleen maar al langs waren gevaren. Dus ik ga gewoon ook heel eventjes onderzoeken bij Bom Island of dat inderdaad wel een eiland is die we nog moeten doen. Het is een bizarre. Ik had het fout en daar ben ik blij om. Ja, serieus, daar ben ik blij om. We hebben nog maar 4 hardcontainers te gaan. Dus in totaal hebben we nog maar 12 hardpieces te vinden. Dit betekent dus zeg maar, waarom 12? Omdat we hebben nog 1 dungeon te gaan. En er zijn nog dus maar 12 hardpieces te vinden. Want je kunt er maximaal 20 hartjes aan. Wat leuk!
Oké, nou, ik weet niet zeker of ik deze al gedaan heb, dus we gaan gewoon eventjes kijken of we deze nog moeten doen. Ja, mooi. Arr, wij gaan een beetje praten. En ik snap eigenlijk niet waarom dat ik nog niet één keer de grap van Piece of Fart heb gemaakt. Die ik weet niet hoe vaak heb gedaan in mijn Engelse Let's Play. Normaal gesproken noem ik een Piece of Fart Piece of Fart. En ik weet dus per god niet waarom. Misschien doe ik het met die laatste 12 of misschien doe ik het helemaal niet. En laten we dat gewoon maar mooi zitten bij een volgende Zelda Let's Play. Lijkt me net zo makkelijk. Oké, nou, ik weet niet of we deze dungeon al gedaan hebben. Ik bedoel, er zit hier wel een knopje, dus misschien heb ik hem al gedaan. Oh, hallo. Mag ik jou eens heel eventjes keihard op je gezicht? We proberen dat even overnieuw. Hallo. Mag ik jou eens heel eventjes vriendelijk op je gezicht slaan? Alsjeblieft, kom eens hier. Kom eens hier. Lief, braaf beest. Nou, dan sla ik eventjes op je gezicht. Dank. Het zijn er twee. Ik kan er niet op twee focussen. Eentje zat. Nee, niet weer in de... Serieus, ik kan me niet herinneren dat ik deze al gedaan heb. Kom je er dadelijk achter dat ik dus deze wel gedaan heb? Waar zit die andere eigenlijk? Oh, die komt daar. Oké. Okay. Dank je. In één keer goed nou. Zo kan het ook. Het hoeft niet altijd zo. Jongen, 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 jongen. Nee, ik kan me eigenlijk deze echt niet herinneren dat ik deze al gedaan heb. Vlieg voor mijn neus. Neus voor mijn vlieg. Volgens mij moest ik hier ook non-stop van die beesten. Knopje. Laten we over knopjes springen. Oh. Kan ik nog iets vandaag goed doen? Krijg ik vandaag nog iets überhaupt voor elkaar? Zal fijn zijn. Oké, heel even voorzichtig hier naartoe lopen. Op het knopje springen. Fijn. Nou, niet in de la. Niemand weet hoe vaak ik gamepad. Palm. Op dit moment. Oké, en als ik me niet vergis, is dit dus zeg maar een puzzel waarvan we deze beesten. Hou je mond. Die moeten we dus zeg maar hierin gooien. Als ik me niet vergis. De eerste die gooi je hierin. Daarin. Ook goed. En de tweede. Hallo. Ja, je moet even je klep open. Kom eens even hier. Wij moeten spreken. Kom hier. Kom hier. Aandacht. Hallo. Dank je. En... Mag ik één van jou dan? Ik pak jou wel. Serieus, die andere is een douche. Oh, en dan gaat hij ook nog eens nou eens een keer mijn weg blokkeren. Zien jullie dat? Zien jullie dat, kijkers? Hij doet dat ook nog eens een keer. Ik heb hem toch erin? Hij zit erin. Ah, hij zit gewoon net niet op die switch. Dat stinkbeest. Dit is gewoon echt niet mijn lucky day. Oh, voice crack. Dit is echt gewoon de definitie van geen geluk hebben vandaag. Oké. Auw. Gooi maar in. Mooi. En als je dat hebt gedaan, gaat het kistje open. En met dat kunnen we dus hier gewoon naartoe lopen. En kunnen we het kistje openmaken, waardoor dat we een piece of heart krijgen. Ik weet zeker, dit was een piece of heart. Dit is een piece of heart. Dat dacht ik ook. Ik weet niet waarom dat er een vleugje darkplayer voorbij kwam, maar we hebben een piece of heart. Goed. Dus, met dit eiland klaar te hebben, vraag ik mijn eigen af. Waarom dat ik nu zo aan het praten ben. Maar ik ga gewoon dit eiland even verlaten zo. Ja. Heiligheid. Zo, dus met dat eiland eraf te hebben. Dan denk ik bij mijn eigen van... Nou, we hebben nog eventjes kijken. Nog één eiland daar te gaan. Ja. Dus. Sorry. Dus met dit eiland natuurlijk out of the way te hebben, gaan we morgen verder met nog meer eilanden exploren. Yay.
Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Dank jullie wel voor het kijken. En ik, morgen denk ik tot de laatste dag eens eventjes dat we dan zeg maar nog een paar eilanden gaan doen. En dat we daarna weer een dungeon gaan doen. Want ik word een beetje moe van al die eilanden te gaan onderzoeken. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie allemaal morgen weer te zien. Dus tot dan. Doei! En ja, het is een nieuwe aflevering van de Let's Play weer in HD. Jullie weten het ondertussen wel. Oh, moet ik er nou echt elke aflevering zeggen dat het volgende spel in HD is? Ah, ik word er echt moe van! Tot morgen. Doei! Yeah!